In verband met de verbreding van het Albertkanaal zijn een aantal verkeersbruggen, welke over het kanaal liggen, verplaatst. Een van de grootste bruggen was de verkeersbrug nabij het plaatsje Haccourt, vlakbij Luik. Voor het transport van deze gigantische brug met een lengte van 90 meter en een gewicht van 1400 ton had men de Belgische zwaartransportondernemer Sarens gecontracteerd. Men had circa 35 meter verder langs het kanaal nieuwe pijlers geconstrueerd waarop de brug zou moeten worden geplaatst. U zult begrijpen dat een dergelijk zwaar transport geen eenvoudige opdracht was. Maar de specialisten van Sarens hadden de geplande operatie goed voorbereid. Reeds maanden tevoren was het uiteindelijke transportplan op tekenkamer voorbereid en berekend. Op maandag 16 juni 1980 begon men met de voorbereidingen ter plaatse. Voor het transport van de 1400 ton wegende boogbrug had men in totaal 60 aslijnen gemobiliseerd, welke samengebouwd werden tot 20 aslijnige platformwagens met onder elke wagen 240 banden. De bestaande oplegpunten van de brug werden met behulp van hydraulische vijzels losgedrukt van de betonnen fundatie en vastgelast aan de brug. Dit werd gedaan om de brug na het transport weer zonder probleem op de nieuwe betonnen pijlers te kunnen afzetten. Aan beide zijden van de brug had men rijbanen gecreëerd voor de twee 4,5 meter brede 20 aslijnige platformwagens. Op de platformwagen zelf werd een staalconstructie samengebouwd om het hoogteverschil tussen de onderkant van de brug en het wagendek te overbruggen en de 1400 ton last goed over de wagens te verdelen. Op vrijdag 20 juni 1980 werden beide wagens onder de oplegpunten van de brug verrold. In verband met de verplaatsing van de brug waren de lokale autoriteiten drukdoende de nodige voorbereidingen te treffen. De nieuwe oprichten werden geasfalteerd en water- en elektriciteitsleidingen werden afgekoppeld en omgelegd. De ruimte tussen staalconstructie en onderkant brug werd opgevuld met hardhouten blokken en door middel van de ingebouwde hydraulische asondersteuning werd de eerste platformwagen tegen de onderkant van de brug geduwd. Dezelfde dag nog werd ook de tweede wagen onder de brug gerold en hydraulisch tegen de brug aangedrukt. Sarens Transport en Kraanverhuur in Steenhuffel, België is een bedrijf dat gespecialiseerd is in dit soort gigantische karweien.
Men heeft platformwagens welke samengebouwd lasten kunnen verrijden van meer dan 2000 ton. Naast een uitgebreid wagenpark beschikt men tevens over een groot assortiment mobiele kranen tot een maximumcapaciteit van 500 ton. Ook watertransport is de Sarens-specialisten niet vreemd. Met eigen pontons, kranen en wagens kan men het complete transportpakket van fabriek tot bouwplaats aanbieden. Inmiddels werd ook de tweede wagen onder het andere oplegpunt van de brug geplaatst en kon de brug hydraulisch worden overgenomen van de pijlers op de wagens. Zaterdag 21 juni werden de laatste voorbereidingen getroffen. Twee zware lierwagens werden opgesteld om de brug geleidelijk van zijn oude plaats naar de nieuwe locatie 35 meter verderop te trekken. Om 5 uur 's morgens, zondag 22 juni, precies volgens planning, werd begonnen met het verrollen van het 1400 ton wegende zware gevaarte op 480 banden. Stukje voor stukje rolt de brug langzaam naar zijn nieuwe pijlers. De Sarens-specialisten staan met behulp van walkie-talkies constant met elkaar in contact. Het is duidelijk dat hier niets meer mag misgaan. Ervaring en vakmanschap gaan hand in hand. Iedere man heeft een vaste plaats en kent zijn werk. De oude opritten worden afgebakend en het verkeer zal moeten wachten tot de brug op zijn nieuwe pijlers rust. Door middel van het hydraulische asondersteuningssysteem van elke platformwagen wordt gegarandeerd dat elke band eenzelfde last overbrengt op de ondergrond. Met een totaal terreingewicht van circa 1800 ton bedraagt de belasting per band derhalve niet meer dan 3,8 ton. Door toepassing van dit type speciale platformwagens kan men de belasting zeer regelmatig en goed over het terrein verspreiden. Om te zorgen dat beide wagens gelijk oprijden, heeft men een meetlint uitgelegd waarop de voortgang in millimeters wordt gecontroleerd en gecorrigeerd.
In verband met de maximale lengte van de lierdraad werd de transportcombinatie in twee etappes verrold nadat de lierwagens verderop waren geplaatst. Even later kon men de transportoperatie weer vervolgen. De nieuwe pijlers werden schoongemaakt en langzaam rolde de 1400 tons boogbrug naar haar nieuwe locatie. Enkele centimeters nauwkeurig werd langs de nieuwe pijlers gestuurd.